Yeah. Yeah. Oh. Welkom bij een nieuwe aflevering van KookTV Coolbox. Ik ben Tim. En ik ben Niek. En het is vandaag weer voor Tim tijd om een challenge te doen. Ik heb de vorige keer een hele griezelige, enge, verschrikkelijke proef gedaan. Geen punt verdiend. Nu is het de taak aan Tim om zijn punt wel binnen te halen, toch? Ja, ik ga mijn best doen. Maar ik heb wel iets heel leuks bedacht. Ja, weer tijd voor een challenge voor Tim. Ik heb de vorige keer natuurlijk helemaal griezelige dingen gedaan. Maar het is nu natuurlijk ook de tijd van Halloween. Dus we gaan wederom iets griezeligs doen. En ik dacht dus, hoe kan ik nou daar wat leuks op verzinnen? Nou ja, podcasts, hoorspelen, het is helemaal hip. Laten we vandaag een horror hoorspel maken. In de studio, met allerlei sound effect. Lijkt me super leuk om te doen. En ik denk, ja, dit gaat Tim waarschijnlijk wel lukken. Dus hij gaat misschien wel een punt verdienen. Maar het wordt wel echt lachen. En laat ik nou net de coolbox weer bij me hebben. Oké, is dit dan? Laat maar even zien. Ja. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat ik de vorige keer de meest griezelige challenge tot nu toe heb gedaan. En aan jou vandaag de taak om jouw challenge nog griezeliger te maken. Gaan we iets griezeligs doen? Ja, net als de vorige keer. Ik pak je gewoon terug hoor. Ik heb hier zoveel zin in. Wordt echt leuk denk ik. Kom. Dus nog griezeliger. Ja, ik heb wat leuk bedacht. Geen spookhuis ook, toch? Nee. Oké, Tim. Wat zie je? Een muziekstudio. Dat klopt. Jij gaat vandaag in deze studio je eigen horror hoorspel inspreken. Horror hoorspel? Weet je wat dat is? Nee. Je kent toch wel die hoorspelen dat je een verhaal luistert? Luisterboek. Ja, zoiets. Maar dan met veel meer beleving. Maar het is eerst de bedoeling dat jij even een verhaal gaat schrijven. Want een hoorspel begint natuurlijk met een spannend verhaal. Hoe gaat het? Medium, maar kom er wel. Ik werk naar het einde toe. Heb je een leuk concept? Nou ja, wel misschien een beetje voor de hand liggend. Een vrouw in een bos. Ik ben heel benieuwd, man. We zijn nu op de plek waar je dit gaat inspreken. En ik zie daar een prachtige microfoon staan. Patat. Tim, dus volgens mij. Want ja, ik zou dit niet zomaar je overlaten natuurlijk. Jij krijgt nog even wat les van iemand. En die komt nu binnen, want die gaat jou begeleiden in dit traject. The one and only Maarten Smelen. Daar is hij! Wat toevallig dat je er bent, Maarten. Hey, wat een toeval. Hey Maarten, waar moet Tim vooral rekening mee houden zo meteen tijdens het inspreken? Ik denk dat je heel erg op dynamiek moet gaan letten. Tempo, niet te snel willen praten. Gaan we er een heel spannend hoorspel van maken. Ja. Jij bent professioneel stemacteur, dus. Ja, dat klopt. Ja, ik spreek veel luisterboeken in, commercials, tekenfilms. Eigenlijk totaalpakket. Ja, ik heb het eventjes doorgelezen. Begin maar gewoon even. Ik wil eerst wat stemoefeningen zien. Ja. Jessie zit in de auto. Ruim een uur geleden is ze vertrokken vanuit Amsterdam. Schets eerst gewoon rustig de situatie van waar zit je, dat de luisteraar even kan wennen aan. Okay. Jessie zit in de auto. Ruim een uur geleden is ze vertrokken vanuit Amsterdam. Na een paar tergende files rijdt ze nu eindelijk dieper de provincie in. Ja, ik zit er meteen in. Ja. Niek, de stemacteur heeft eigenlijk even een glaasje water nodig. Nu? Ja, oké. Ik ben er klaar voor. Ja. Ben je klaar voor? Dan loopt hij. Jessie zit in de auto. Ruim een uur geleden is ze vertrokken vanuit Amsterdam. Hoe gaat dit, Maarten? Nou, ik vind dat het eigenlijk al best wel oké gaat. Mm-hmm. Je verspreekt je bijna niet. Dat vind ik sowieso goed van je. Dat is best wel knap. Ik verspreek me namelijk best wel vaak. Meer dynamiek, Tim. Meer, misschien kunnen we ook, kan je ook wel soms een beetje, dit is maar, ik weet helemaal niet of dit klopt, maar een beetje, beetje fluisteren soms. Een beetje, dat ja, vind zeker. Ik vet. Ja, alleen jij zou de laatste zin inspreken, hè? Dus, ja, dat was ook nog even aan de bak. Dat was de voorwaarde, die ga ik invullen. Nou, je hebt goed op kunnen letten hoe het moet. Ja. Eén tip, Maarten, wat moet ik doen? Probeer de energie over te nemen waarin hij is geëindigd. Sorry mevrouw, ik moest u volgen. Terwijl u de boom wegsleepte, is er een man met een mes in uw auto gestapt. We hebben hem. One take wonder. Ja hoor. Nou, volgens mij is alle tekst ingesproken, maar een hoorspel is natuurlijk niks als er geen geluidseffect in zit. Nou, waar wachten we op dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Kom. Oké, ik heb bekeken waar we geluidsdingen kunnen toevoegen. Ja. Jessie zit in de auto. Auto, hebben we geluid? Kunnen we deze gebruiken? Ja. Ja, meelopen. Kom op. Ja. Ze zucht, dus een zucht van Jessie. Allemaal kwijl bij joh, smeerlap. Rennen.
Nee. Wat is dit? Dat is rennen, zegt hij. Er zit ook een zware boomstam in het verhaal die weggesleept wordt. Oké, volgens mij hebben we nu alles wel. Ja, buiten in ieder geval wel, ja. Ja, binnen waren er nog wat instrumenten. Daar wil ik ook nog wat leuke dingen mee doen. Ik ben heel muzikaal. Ik niet echt, maar goed. We proberen wel wat. Sowieso iets met die trommel, man. Het verhaal, genaamd... Nou, ik had nog helemaal geen naam. Dit is het eindresultaat van Jenny in het bos. Jesse. Het is Jesse. Bossie. Jesse zit in de auto. Ruim een uur geleden is ze vertrokken vanuit Amsterdam. Na een paar tergende files rijdt ze nu eindelijk dieper de provincie in. Het opgejutte stadsleven achter zich latend slaat ze een hobbelig bospaadje in. Net op tijd ziet ze een grote boomstam dwars over de weg liggen. Ze trapt geïrriteerd op de rem. Als ze uitstapt, ziet ze achter zich twee koplampen opdoemen uit de duisternis. Terwijl de afstand tussen haar en de koplampen kleiner wordt, sleept ze de stam van de weg. Met een paar haastige stappen zit ze weer in de auto. Ze rijdt het bospad af, de openbare weg op. De koplampen houden haar via de achteruitkijkspiegel nauwlettend in de gaten. Ze slaat een zijweg in, een donkere smalle laan met aan weerskanten rijen hoge bomen. Na zich slechts enkele seconden in de duisternis te hebben begeven, wordt ze opnieuw verlicht door de felle lampen van dezelfde auto. Het huis van Jessie's ouders, aan het einde van de laan, wordt met een meter zichtbaarder. Als ze thuis aankomt, gooit ze de autodeur open en rent ze naar de voordeur. Achter haar hoort ze een andere autodeur dichtslaan en zware voetstappen. Net op dat moment vliegt de voordeur open. Zware voetstappen duwen haar naar binnen. Sorry mevrouw, ik moest u volgen. Terwijl u de boom wegsleepte is er een man met een mes in uw auto gestapt. Ja, wat vind je er zelf van? Ja, ik ben er wel trots op eerlijk gezegd. Ik ben super enthousiast. Maar Maarten, het belangrijkste is natuurlijk, wat vind jij ervan? Nou, ik ben best wel onder de indruk eigenlijk. Ja, zo alles bij elkaar heeft het toch echt wel een spannend verhaal opgeleverd. Ja? Ja, ik vind dat jij wel een punt hebt verdiend. Ja? Ja, zeker weten, jongen. Daar ben ik het ook echt helemaal mee eens, Maarten. Wat een dag vandaag. Ik vond het ook... De bijdrage die ik heb gehad, vond ik echt geweldig. Ik vond het superleuk om te doen. Ja, en abonneer natuurlijk op het CookTV-kanaal. Druk even op die like-knop, dat vinden we leuk. En waarschijnlijk zien we jullie in de volgende aflevering weer, toch? Ja, zullen we nog een keer luisteren? Nog één keer. Ja, doe maar.